Ik lees even letterlijk voor. Wethouder Tap geeft aan dat de gemeente in vergevorderd overleg is met de heer Feitel en hier in principe verder mee wil. Dus dat is vrij duidelijk dat er vergevorderde plannen zijn. Hier moeten de statushouders straks komen. Eerdere plannen voor het huisvesten van grote groepen mensen in dit pand stuiten op veel verzet. Nu probeert het college het volgens de bewoners achter hun rug om. Sebo vreest dat ze straks voor een voldongen feit staan en daarom informeert hij zijn buren zelf maar. We maken ons een beetje zorgen over het gebrek aan informatie wat we van de gemeente krijgen, wat ons wel toegezegd is. We worden gewoon buitengesloten. Het college doet dit zelfstandig en dat is iets wat ons stoort. Het zou te gek voor woorden zijn als dit er doorgedrukt werd tegen alle afspraken in. Ook de gemeenteraad is geschrokken van het stiekeme beleid en heeft de wethouder om een reactie gevraagd. Nou, het antwoord is nog niet binnen. Wij hebben het vermoeden dat het college de tijd neemt om ons te antwoorden en intussen gewoon doorgaat met het ontwikkelen van de plannen voor de appartementenbouw in het gebouw achter ons. Wat vindt u van die manier van communiceren van het college? Nou, die is heel slecht. En dat vindt Sebo ook en daarom gaat hij fanatiek door met flyeren, zodat iedereen op de hoogte is van de plannen van wethouder Ben Tap. Het woord leugenaar neem ik niet in de mond, maar in ieder geval is hij selectief in zijn informatie. Zullen we het daarop houden? De gemeente Horen laat in een reactie weten dat er nog geen enkel besluit genomen is. Zodra er een concreet plan is, wordt dat besproken met de bewoners en de raad. Dit gebeurt ruim voordat er besluiten worden genomen.